Nederland fietsland. Of inmiddels Nederland elektrisch fietsland. En niet alleen de fiets, ook de elektrische step, de citycar en de fatbike zijn niet langer weg te denken uit het straatbeeld. Maar zijn al die elektrische voertuigen wel geschikt voor in de drukke stad? Vier dappere kandidaten gaan met elkaar de strijd aan in een race door Amsterdam. Afgezette wegen en smalle steegjes. Toeristen en andere obstakels. Welk elektrisch voertuig is het beste in een drukke stad? Ik ben Selma en ik rijd vandaag in de citycar. Ik denk dat mijn voertuig zijn kracht de snelheid is. Ik was echt dolgelukkig toen ik hoorde dat ik in de citycar mocht rijden. Want het regende vandaag. Ja, ik zat lekker droog de hele tijd. Ik ben Ridda en ik rijd vandaag de fatbike. Het is gewoon een fiets die supersnel gaat. Je kan ermee op de stoep, op de weg, je kan er tussen vrachtwagens door, je kan er... Ja, vet. Ik wilde eigenlijk heel graag de citycar rijden. Maar aan de andere kant, ik was wel weer blij dat ik niet de step had. Ik ben Roos en ik rijd vandaag op de elektrische step. Toen ik hoorde dat ik op de step moest, dat was wel even pittig. Ik had er niet veel vertrouwen in. Ik wil niet laatste worden. Ik ben Aisha en vandaag rij ik op de elektrische bakfiets. Ik dacht, oh nee, die bak is echt gewoon irritant. Want het is zeg maar fiets, normaal, chill, kunnen we allemaal. Maar zeg maar, je bestuurt ook nog een grote bak. Oh, ik heb geen zin in. Kandidaten, jullie gaan vandaag je elektrische voertuig testen op wendbaarheid en snelheid in de drukke stad. Maar dat is nog niet alles. Jullie krijgen vandaag ook een taartje mee, die jullie zo netjes mogelijk naar de finish moeten vervoeren. Succes! Ik ga winnen. Waar ga ik mijn taart zetten? Ja, daarom. Waar, op mijn hoofd? Hier? Ik kan er jou naar beneden nemen. Roos? Nou ja, oh, ik mag hem hangen. Oké. Okay. Nou, kijk. Oh my god. Oh my god, Amber op de taart. We doen het voor Amber vandaag. Ik denk dat ik de race zou winnen door de snelheid van de citycar. Die drie meiden, die bakken er niks van. Hij ging natuurlijk voor de winst. Je kan racen, want dat ding gaat supersnel. De eerste 5-6 seconden had ik denk een voorsprong, want je kan meteen hakzaan. Die elektrische dingen, die echt elektrisch zijn, die moeten even opstarten. Dus dat ging goed, maar na 6 seconden was het dus een dip die de hele wedstrijd heeft voortgeduurd. Wat doet hij? Op een gegeven moment had je een weg die was afgesloten. Ik speelde een klein beetje vals, dus ik ging via de stoep. Hij is heel slim bezig. Dat is het mooie aan zo'n fatbike. Die kan overal tussen. Dus daarom dacht ik, waarom niet? Oeh, oh my god, met die grote bak. Ridda ging als een speer. Selma was direct verdwenen. Over Roos maakte ik me geen zorgen. Ik zie dat Raisha een zijweggetje neemt. Die ga ik zeker ook meenemen. Pak mijn step en ik ga lopen op de trap en we gaan verder. De rest is nu zeg maar een straatje ingegaan, maar daar kom ik niet in met deze citycar. Dus ik moet nu helemaal omrijden. Ja, ja. Ik zie niemand. Volgens mij heb ik gewoon een hele goede shortcut genomen. Ja hoor, de weg is helemaal afgesloten. Dit vind ik mooi om te zien. Oh, kut. Vergeet ik weer te remmen. Ik ben weer op de route. Lekker! Ja, bochten, man. Bochten moest ik even oppassen. Voelde ik hem wel even zo kantelen. Drempels, rustig aan. Ah! Oké, bochten! Ik hoor Selma helemaal gillen. Hè, ben ik echt als eerste? Oké. Een drukke stad wemelt natuurlijk van de toeristen. Met welk elektrisch voertuig kom je het beste door de menigte heen? Oh, slalom. Oh, oh. Die poppen die praten niet terug, zeg maar. En in de stad kreeg ik wel wat woorden naar mijn kop geslingerd. Ja! Ik heb besloten om te gaan voor de veiligheid van de mens, dus ik heb iemand ontweken. Ja, we slaan toch een beetje over. Ik heb wel iets geraakt helaas, een selfie-stick van iemand. Dit zijn sowieso toeristen. Dicht op elkaar staan. Midden op de weg.
Kijk, man met koffer obstakel. Wat doe ik dan? Ga er gewoon omheen, joh. Sorry, meneer. Je kan niet met een bakfiets door de menigte heen fietsen. Maar als je een bakfiets hebt, dan moet je ook gewoon niet tussen de mensen lopen. Toen ik die paspoppen zag, toen dacht ik, beeld je in dat het echte mensen zijn. Woe! Allemaal... Ja, ja. Nou, dat gaat hartstikke goed. Ja, jongens, we moeten de pomp halen. Oh, nee. Oh, ik pas er... Ik pas er tussen, yes! Au! Kunnen we gewoon erop? Ah, oh, nee, de pomp. Volgens mij gaat die dicht. Oh. Nee, nee. Ah, ik hoor al een pompgeluidje. Oh, nee, nee, nee. Yes! Oké. Okay. Ik ben op de bond. Ik was bijna dood. Ik hoorde al dat enge pompgeluidje. Dan ging ik gewoon overheen. Schijt en ik ben er. De race tussen de elektrische voertuigen gaat verder. Op de pont, op de pont, op de pont naar de overkant. Normaal zou ik dit gewoon met mijn auto omrijden. Besef, kan nu gewoon de pont pakken. Hij is Roos met haar steppie. Ik zit helemaal vooraan met die step. Wee. Sorry. De pont? Nou, dat was even een rustmoment voor iedereen, zag ik. Maar ik dacht, nee. De wedstrijd gaat door, dus ik manoeuvreer hem zo langs al die mensen. Vooraan de boot was ik even aan het genieten van het feit dat ik op nummer 1 stond. Oké, ja, gaan hoor. Ruim aan kop. Kijk wat een mooie voorsprong ik heb. Ik moet echt binnen en buitenspiegel checken dat ik niet iemand doodrij. Hey, waarom is hij zo snel? Hey, Roos, dat kan toch wel beter? Oh, nee. Hier gaan we even tempo opvoeren. Hoppa. Hé, hey, ik vraag me af waar de citycar is. Oh, het is een fietspad. Ik mag niet met de citycar op de fietspad, dus hoe gaan we dit doen? Jongens, hoe gaan we dit doen? Voor de citycar gelden dezelfde verkeersregels als voor een auto. En, oh ja, je moet ook nog wel een scooterrijbewijs hebben. De race verplaatst zich naar de stad en daar volgt een hele nieuwe uitdaging. Zo. Hey, dit soort steegjes wordt mens vermoord en zo. Ik ging er gewoon makkelijk doorheen met die fiets, was niet echt moeilijk. Toen zag ik een matras. Weet je wat ik ga doen? Ik heb die matras laten vallen op de grond. Nu kan de rest er niet meer langs. Oké, dan. Dit redden wij. Ja, misschien moet ik erop gaan zitten, want anders is het te breed. Oh shit, we hebben een tegenligger met een matras. Dit is vals. Dit is heel vals. Hij heeft die daar gewoon neergelegd. Kan je hem rechtop zetten? Nou, wat een topper ben je. Je ziet het, God is goed. Want het werd van me weggehaald. Dat is de steeg. Oh, er is een hele kleine steeg. Kijk me gaan. Hier kom ik tot bloei. Dan moet ik naar rechts, denk ik. Oh. Stond er een vrachtwagen voor mij. Die ging laten lossen. Ja, dit gaat er niet worden zo. Moet ik hierop wachten? Toen heb ik besloten om, om toch te passeren via de voetpad. Pas ik hier tussen? Oh, wat erg. Oh my god, ik krijg gewoon zieke stress hiervan. Oh my god, mijn zijspiegel. Ik wil gewoon huilen. Oké. Okay. Het is wel gelukt. En nu? Oh, ik ben gewoon bang. Oh, dat ging prima. Oké, ik overdrijf echt. Nee, ja, doei. Ik moet een steeg in. Ja, dat pas ik helemaal niet tussen. Weet je wat ik net heb gedaan? Ik ga gewoon omrijden. Ik heb, Ja, ik zie je. Rustig dan. Op een gegeven moment stond ik zo hard voor. Ik zag echt niemand meer achterom. En ik zag een lekker tentje daar. Ik dacht, ah, lekker warme chocolademelk zou er wel echt goed in gaan. Zal ik het doen of niet?
Met de finish in zicht is er nog één laatste obstakel. Zit ik met mijn band? Ja. Echte bakfietsmoeders deinsen ook niet zomaar terug, weet je. Als ik een bakfietsmoeder ben en mijn kinderen op tijd op school moeten komen, ga ik over die brug heen. Nee! Zie ik daar nou, Selma? We waren bijna bij de finish en ineens kwam ze voorbij mij. Dus ik dacht, nee, dat betekent dat ik vierde lig. Ik moet dus een brug over. Ja, doei! Daar kom ik helemaal niet. Daar kom ik niet. Ja hoor! Selma kan nu niet overheen. Kijk mij nou. Kijk hem gaan. Eén wiel maakt niet uit. Er rijden zo'n 5 miljoen elektrische fietsen in Nederland. Daarvan zijn bijna 100.000 elektrische bakfietsen. Zo'n 167.000 Nederlanders hebben een elektrische step. Maar welk elektrisch voertuig is nou het handigst in een drukke stad? Heb ik nou gewonnen? Heb ik nou gewonnen? Ik kijk om me heen, ik dacht nee, het zal niet. Motherfucker! Sufkop! Dacht je echt dat je had gewonnen? Oeh, ik was er al. Ik had eigenlijk ook wel niks anders verwacht. Het was wel, ja. Het was gewoon duidelijk de beste. En dat bleek me achteraf, hè. Ben ik derde of ben ik laat? Ah, volgens mij ben ik derde! Yes, niet verloren! Woe! Toen ik Ridda en Raisha zag staan bij de finish, dacht ik, goedendag, ik had jullie al hier verwacht. Ik was vooral benieuwd naar de taarten. Nou, lekker. Zo. Hoe gaat het met jullie taart? Nou ja, heb je één hapje genomen? Had je honger onderweg? Dat was mijn knie. Dat was een knietje. Die kreeg dat je was even, ja. Tadaa! Wow! Amber, deze is voor jou. Oh. Ben ik als laatst? Je dacht, ik doe ook nog mee, kom ook maar naar het eindpunt. Luister, dit is niet te doen. Wat is er gebeurd? Ik heb zieke hoofdpijn van hoeveel stress ik heb ervaren met dit ding. Willen jullie mijn taart zien? Absoluut. Ja. Wow. Maar als jij 5 uur later op een verjaardag komt, ja, zeg maar, heb je niks aan een hele taart. Die vis is al afgelopen. Als we gaan kijken naar het algehele aspect, dus snelheid en taart, denk ik wel dat ik de winnaar ben, ja. Oh. Ja, kandidaten, dit was nog niet alles. Jullie hebben een beetje motregen gehad. Nee. Maar voertuigen moeten natuurlijk elke weersomstandigheid kunnen doorstaan. Daarom brengen jullie zo een bezoekje aan de wasstraat. Oh, nee. Daar gaan we. Een race die ik wel kan winnen. En dan nu de ultieme watertest voor onze 4 elektrische voertuigen. De wasstraat. Oh, ik wil graag mijn auto wassen. Alles wordt gewassen, maar deze auto dan zitten we kan dan uitstappen. Oh, moet ik uitstappen? Ja. Oké. Okay. Ja, dan heb je als enige een autootje, maar dat mag je niet in de wasstraat. De citycar past er niet in. Nou ja, Selma was toch wel droog gebleven. Daar gaan ze. Eerst door de waterspuit. Dan een sopje eroverheen. En afspoelen maar. Ik zit vast, jongens! Oh, nee! En nu? Is dit gevaarlijk? Ja. Don't try this at home. Zijn we er bijna? We moeten alleen nog droog worden, dat is toch mooi? Jongens, wat zijn jullie? Lekker droog! Ja, lekker droog! Ik wil niet met je opdraten. Mooi weer. Pak lekker deze fiets. Maar als het regent, pak de taxi of zo. Conclusie, zou ik de elektrische step aanraden als je naar je werk wil? Ja, als jij werkt op de Dam en je woont in Amsterdam Centraal Station, is het best een grappig middeltje, maar over het algemeen nee. Je kan beter lopen of fietsen. Ik zou Citycar half aanraden, omdat het is een klein compact ding. Alleen aan de andere kant heb je wel te maken met heel veel regels van een auto, heel veel omrijden, wachten. Dus ik vind dat wel een beetje een minpunt van zo'n ding.
elektrische bakfiets. Heb jij kinderen, woon je in de stad en heb je ook wat extra uit te geven? Want volgens mij kosten die dingen wel echt vermogen. Dan zou ik hem wel aanschaffen. Maar als je weet van, als ik opsta ben ik een beetje moe, ik let niet op, doe het niet. Want je kinderen gaan eruit kegelen. Ik zou dit voertuig echt 100% aanraden. Je komt super snel van A naar B. Ik zou zeggen, perfect. Maar waar koop je zo'n ding? Ik wil hem ook. Ik wil er ook één. Het is wel duur. Duur? Ja, dan ga ik toch liever lopen, denk ik.